Belgische vrouw zegt gehoorschade te hebben opgelopen van het luchtalarm in Maastricht. De huisdokter stelt vast dat de achteruitgang onomkeerbaar is. Is het een onbeletsel van maandag uit de supermarkt toen ze overvallen werd door de sirene? Op 7 september kwam ik uit de winkel en mijn auto stond onder de paalvlak. Ik stop met mijn winkelkar en ineens een oorverdovend lawaai.